Straks gaan jullie zien hoe Dokus vakantie viert op Curaçao. Maar eerst gaan we naar Sandra en Ivan. En zij zijn in Berlijn. Berlijn is met 3,4 miljoen inwoners een van de grootste steden van Europa. Berlijn heeft een rijke geschiedenis die de afgelopen eeuw een negatieve lading heeft gekregen. Gelukkig is de stad de laatste jaren behoorlijk opgekrabbeld en heeft het zich ontwikkeld tot het cultuurcentrum van Europa. Naast de diversiteit en moderne architectuur heeft Berlijn veel groen en water. Genoeg plek om lekker bij te komen van de extreme hoeveelheid aan winkels. Berlijn ligt in het oosten van Duitsland en is daarmee prima bereikbaar met de auto. Wij zijn met de trein gegaan. Vanaf Venlo ben je 5 uur onderweg en het kost je maar 99 euro. Dan reis je tweede klas met de IC. We volgen Sandra en Ivan door een van de grootste parken van Berlijn, Volkspark Friedrichshain. Dit park ligt in het oosten van Berlijn en biedt veel ontspanningsruimtes. In de zomer zijn de weiden gevuld met Berliners. Het park telt twee bergen die rusten op twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Wij beklimmen de bergen om het uitzicht te bezichtigen. Naast de parkjes zijn er tal van ontspanningsmogelijkheden, zoals tennisvelden, een skatebaan en een speeltuin. De grootste attractie in het park is de grootste rodelbaan van Europa. Hier schijnt de grootste rodelbaan in Europa te zijn en we kunnen het niet vinden. Nee, we hebben overal gelopen, maar we kunnen het niet vinden. Ja, ik weet niet, ik ben beneden geweest, achter. Dus ja, de enige weg die overblijft is die. Dus we hopen dat die daar zal liggen. Dus, zullen we gaan? Ja, laten we maar doen. Volkspark Tiergarten is het groenste centrum van Berlijn. Het park is groter dan Hyde Park. De vele groene weiden en bossen bieden aangename ontspanning in zowel zomer als de winter. Vroeger waren het de jachtvelden van de hertog. Je verplaatsen in Berlijn is extreem handig. Naast lopen kun je kiezen uit de fiets, de auto, maar ook het openbaar vervoer. OV-reizen kan via de bus en tram. Tevens heeft Berlijn een goed georganiseerd metronetwerk, waarbij de metro's elke 4 minuten rijden. In spitsuren verplaats je je binnen een kwartier van noord naar zuid. De grote stations vind je bij Friedrichstrasse, Alexanderplatz en Zoologische Garten. We stoppen even bij de laatste en lopen dan door naar de gelijknamige dierentuin. Nu in de Zoo van Berlijn. Dit is de oudste dierentuin in Europa. En hier vind je de meeste dieren. Berlijn heeft de grootste dierentuin in Europa. Ook is het één van de oudste. Er leven ongeveer 144.000 dieren in de vele verblijven. En de soorten lopen uiteen van leeuwen tot pinguïns. Het heeft ook een groot assortiment aan apen. En hier schijnt Yvonne even de weg bij te zijn. Oh, ben je hier? Nou, ik heb Yvonne gevonden en hij heeft zijn soortgenoten gevonden. Heb je gemist of zo? Nee. Wanneer je de dierentuin uitloopt, kom je direct in de grootste winkelstraat van Berlijn, de Kurfürstendamm. De Kurfürstendamm is het best te vergelijken met Oxford Street in Londen. Er liggen honderden boutiques en winkels. Ook vind je hier veel straatartiesten. Wij vonden een aantal skaters die speciaal voor ons een show wilden opvoeren. De stad in. En we gaan lekker shoppen. We lopen over de Kurfürstendamm en komen bij KDW. Dit is het grootste winkelcentrum van Europa. Omdat we niet mogen filmen vanwege het groot assortiment en exclusieve items, schakelen we over op de verborgen camera. MUZIEK.
Naast winkelen kun je natuurlijk ook cultuur snuiven en de vele monumenten bezichtigen. Berlijn heeft een bizarre geschiedenis. Dit uit zich in een aantal uiteenlopende monumenten. We zijn hier in Tachelus, een wijk in Oost-Berlijn. Sinds de val van de muur is het eigenlijk een stuk kleuriger geworden. Berlijn was eigenlijk een grauwe stad, maar zoals je hier kunt zien, zijn de kunstenaars en de alternatievelingen zijn hier dus bezig met hun kunst te uiten op de muren en op alle gebouwen om hen heen. Hier op Berlijn is een beetje echt voor, meer voor de jeugd bedoeld. Zoals je ziet, is het een buitenbar. Dus in de zomer zal hier wel veel te doen zijn. In de zomer zitten mensen hier overal buiten. Er zijn buiten terrasjes gemaakt. In de winter zit iedereen hier binnen. Je kunt echt overal rondhangen. Het is gewoon relaxed. En er is eigenlijk van alles te doen. Er hangt hier een liberale sfeer en het is heel vrij. Mensen kunnen zich hier echt uiten qua kunst en cultuur. Nou, ik wou mijn kind laten zien en ik heb me hier opgesloten. En je moet wachten tot iemand kan de deur openmaakt, want het zit op slot. Ja, dat was echt de bedoeling, maar je moet het eruit halen. Dus, dat is een probleem. We gaan erin. We hebben het Holocaustmonument bekeken en zijn bij de Brandenburg Tor geweest. Ook hebben we een nieuwe regeringsbouw gezien en hebben we stilgestaan bij Charlie's Checkpoint. Maar we willen iets nieuws, dus stapten Sandra en Ivan in de Berlijn High Flyers. Deze ballon laat je Berlijn op een zeer relaxte manier vanuit de lucht zien. De top ligt bij 150 meter. Entree is 9 euro en je blijft dan 20 minuten in de lucht. Wil je hoger? Wacht dan tot de ballon geland is en beklim dan de Fernsehtoren. Deze toren is gebouwd in 1969 in Oost-Berlijn. Hij heeft een platform op 205 meter waarbij je met goed weer tot 40 kilometer kan kijken. Ons zicht werd door slecht weer beperkt tot een aantal kilometer. Nadat we hebben genoten van Berlijn vanuit de hoogte, beginnen we honger te krijgen. We gaan op zoek naar een eettentje en belanden op de Oranjeboerstrasse. Dit is het populairste uitgaansgebied van Berlijn. Het bestaat uit diverse dancings en eetgelegenheden. We vinden een Indonesisch restaurantje en gaan naar binnen. We belanden in een gezellige tent waar we begroet worden door een bataljon hittekanonnen. Zoals gebruikelijk is bij een Indonesisch eethuis, wordt het eten gepeperd bereid. Hierdoor moeten we onze dorst lessen en doen we dit met een van de vele cocktails. Prijskaartje voor het eten, hoofdgerecht, twee cocktails en een biertje voor nog geen 20 euro. Naast veel restaurants heeft Berlijn nog veel meer aanbod voor een geslaagde avond. Ivan gaat op zoek naar de grootste discotheek van Berlijn, Disco Steinhaus. Steinhaus is de grootste discotheek van Europa. Er zijn maar liefst 8 zalen waar je kunt uitleven op veel verschillende muziek. De grootste zaal biedt plaats voor 6000 mensen en hier staan elke zaterdag de beste DJ's uit Duitsland. Steinhaus discotheek, de grootste discotheek van Berlijn en van heel Duitsland. Je komt de dikste DJ's optreden, bevindt zich in het centrum van Berlijn en jullie kunnen gewoon elke dag gaan feesten. Het is gewoon door de week open. En die mensen, ik ben verder feesten, later. Steinhaus ligt net buiten het centrum en is te bereiken via de U- en S-baan. Naast het Steinhaus zijn er veel evenementen in Berlijn. Zo is er het jaarlijkse live-eetconcert en komen vele wereldbekende artiesten naar Berlijn. Hier zie je bijvoorbeeld DJ Tiësto tijdens Elements of Life World Tour. En Ivan gaat nog even verder feesten terwijl wij doorgaan naar Dokus, want die zit momenteel nog in Curaçao.